Rolf blij op deze engelgast. Echt, ik heb zo'n harde dollo. Ik heb zo'n harde dollo. Lekkere vis hoor, Kev. Mooi, hè? Oh, hij ziet er vet uit op de camera, man. Morgen. Hoe is het? Goed met jou? Ja, lekker. Ik ben er bijna. Hi. Zie je zo. Yes. Hoi. Yo, gasten. Goedemorgen. Leuk dat jullie weer kijken. Het is super vroeg. Het is 6 uur en ik ben onderweg naar Daan. En dan gaan wij een stukje rijden. Namelijk richting de Biesbos. En in de Biesbos gaan wij snoekbaars, paars. En ons hoofddoel vandaag is roofblij, maar ik zie dat het weer niet helemaal geweldig is. Dus ik hoop dat het wel een beetje opknapt vandaag. We gaan in ieder geval een hoop stroming zoeken. Klein kunstaas hebben we mee. We hebben setjes mee. Dus we kunnen overal op gaan vissen, maar het hoofddoel is wel echt roofblij. Lars. En Lars zit al in de auto. En de vismeester is al onderweg. Dus ja, nou wij nog. Goed, ze staat daar klaar. En dan kunnen wij ook naar de Biesbos rijden. Goedemorgen. Hebben we zin in, jongen? Ja, ben je wakker? Zeker. 4 uur al wakker. 4 uur? Nee. Dat kan wel. Lekker, joh. Ja, man. Zo, spulletjes mee. Ja. Oh, hier is de kop nog bij. Doe die maar voor in het Hey gangster motherfuckers. Ja, ga. Hoe is het? Lekker, man. Ja? Ja, lekker. Goed jullie zin, gast, hè? Nee. Heb je hem al aangezet? Hij rent nog naar beneden. Ja, rent, maar ik was wel overtuigd. Ja, het zou zomaar zijn dat het wel zo is, hè? Ja, lekker. Er wordt hier flink geïnstalleerd. Ja. Nou, dat wordt wel een goede whisky, jongen. Goed. Mooi rieltje. Goed hoor. Ruikt je lekker? Lekker geknoepen. Lekker zeebaarsjes gevangen vorige week. Ja, ik heb niks gevangen, man. Ik ook niet. En Kevin ook niet. Ik wil daar liever niet over praten, dat ligt gewoon. Het ligt nog wel gevoelig. Ja, ja, ja. Nou, lekker installeren. Ja, er staat al een guy op. En, ja, ik zag hem staan, ja. Maar we hebben hier ongeveer. Ja, hier beneden hebben we prachtig water. We hebben hier wel eens gestaan. En als die stroom aangaat, dan is het gewoon genieten, vangen. Mooie plek voor roofblij. Dikke baarzen. Snoekbaars. Snoek ligt er ook. Prachtig. We zijn dus in de Biesbos met een missie. Lars heeft nog nooit een roofblij gevangen. Nou, dat gaan we dus vandaag proberen te doen. Op de eerste stek vingen we niet heel veel. Wel echt een prachtige plek. Mooie strekdam zoals je hier ziet. Maar ja, hierna gingen we gauw weer door naar de volgende stek. Die stek liepen we helemaal vast in de jungle. Alleen maar rietstengels van 1 meter of 3, 4 hoog. Brandnetels tot je gezicht. En we zagen al snel dat we hier niet met z'n allen lekker konden vissen. Dus gingen we door naar de volgende stek. Dus een uitmonding van die rivier. De stroming stond hier keihard te blazen. Dus wij hadden hier zeker een roofblij verwacht. We vangen hier belvis. Daar neem ik jullie nu mee naartoe. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan eventjes. Laat natuurlijk ook gelijk even een leuke reactie achter. En like de video. Ja, hangen. Ja hoor. Oh. Los. Nee joh. Ja, los. Zo. Ik zag hem ja. Los. Aan je engel. Ja, los. Aan voortje. Wat heb je eraan? Helemaal achterin. Wat heb je eraan? Spinner tilt. Spin tilt. Gewoon zijn chat erbij. Goeie nee, dreun of niet? Oh, dat is heel goeie dreun of niet? Ja, echt. Ram op, maar moet je slip wel echt. Ja, je moet je slip helemaal dicht zo. Ja. Nee joh, die moet je een beetje openzetten, anders ja, breekt het. Wel, als je... Nee, ik zweer het. Ja, nee, 100%. Ja, je moet je fucking slip openzetten. Dat was een grapje. Oké. Okay. Oh. Ik ga ook zeker gewoon daarheen lopen. Ja, ik ga mee. Lars die lost er net heen. Wij lopen een stukje verder. We gaan een dikke vis vangen. Dikke vis. Huts, huts, huts. Blijven vissen, oh, ja. Ja. Ja! Nee. Oh. Jawel, een heel kleintje volgens mij of zo. Of het is een plant. Ja, lekker! Hey.
een baar zie. Kijk Kees, wat een mooi beest. Nou, zoals Dave zou zeggen, ik heb een taarsje gebakeld. Mooi hè. Zie die bacteriën er ook op zitten, al die zwarte puntjes. Maar ja, deze gaat weer gauw terug. Dit is aasvis. In de stroming. Kijk hoe hij het doet. Nou, ik zet hem al buiten de stroming. Vis nummer 1. Let's go. Oh, vet! Roofblij! Hey, snoek! Oh! Het is een stropdassie! Kijk eens, joh. Kijk eens even. Heb je een mooi snoekje op een oldschool pilkertje. Het heeft net keihard geregend, dus het is hier zeiknat. Ja. Leuk, man. Ja, leuk stropdassie. Klapte voor mijn poten, klapte die erop. Hij gaat gauw zwemmen. Gaat hij weer. Kleine baby. Het is wel mooi helder, hè, gasten? Yes. Wel mooi dat we dat uiteinde van daar hebben. Dat? Oh ja. Ja. Hangen? Ja hoor. Lekker gast. Lekker man. Kom maar hier. Pak hem wel in de nek. Nee. Dunnetje is dit. Ja man. Lekker gast. Kijk hem. Alvast, alvast. Die even met te pakken. Ja? Oh, ja. Goed ook. Ja? Yes. Deze. Goed dat je de dikke vuur hebt. Ja, dat doe ik expres. Dat is een mooie kleur heeft die man. Kijk, dat is een slangetje. Jee man, een potlood. Dat is echt een potlood, of nu? Jee. Man. Maar hij heeft wel een grote kop, kijk dan. Ja man. Grote kop voor zo'n dun klein dingetje. Heel vet. Zal ik een foto maken van je? Ja. Ik dacht eerst dat ik vast zat. Maar hij zat blijkbaar een vis aan. Ja, lekker ja. Zo, hij mag weer gaan. Leg hem lekker in het water. Kijk, daar gaat hij wel. Hoppa. Lekker man. Lekker man, lekker. Nou, lekker, weer een vis erbij. Drie snoeken nu. Eén baarsie. Waar is de snoekbaars? Waar is de roofblij? We komen van roofblij en waar is die? Ja. Maar ik gooi hem hier strak langs de kant. Ja, en ik had hem echt, bijna bij de drop had ik hem zowat. Ja, nice. Dus ja, snoeken staan aan en de roven niet. Nou, we gaan hem smijten. Kut dat hij de roofblij loste. Ja, Anne! Goeie vis. Oh, lekker man. Ik denk weer snoep. Ik denk ook weer snoep. Ziek, nee, baars denk ik man. Hij is onwijs aan het schudden. Ja? Heel erg. Komt daar. Kan je hem zien daar? Wat is het? Roofblij! Roofblij! Ja, dat is een mooie. Roofblij, Lars! De Berkeley Spinner. Of Berkeley... Wacht, ik probeer even dichtbij te komen. Kijk en smijten, joh, daar is die.
Kijken of we hier wat van hakken halen. Hier ben ik blij mee. Snap ik. Kijken of we iets dichterbij kunnen krijgen. Zo. Kijk dan. Hé, hey, lekker man. Ja man. Dikke roofblij. Doe hem al laag zo. Kijk eens. Hé, hey, lekker Kev. Hey. Wat een beest. Prachtig. Weet dat Berkeley ding ook weer? Op de Powerblade. De Powerblade van Berkeley. Man, wat gaaf. Super dik man. Even onthaken. De voeten zijn zeiknat. Ja. Lekkere vis hoor, Kev. Mooi hè? Oh, hij ziet er vet uit op de camera, man. Nice. Wil jij een fotootje schieten van me? Ja, tuurlijk. Van de telefoon. Oh. Dik, man. Yes. Heel vet. Oh, hier ben ik fucking blij mee, gast. Hoe ziet hij er vet mooie uit? Bonk met zilver. Mooie staart, kijk eens. Heerlijk. Maar hij is al even boven. We gaan hem netjes releasen. Ja. We dachten baars eerst, hè? Ik dacht eerst baars. Hij was echt ting, 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 ting. Lekker, man. Oké, gaan we. Kijk, en blij dat hij is. Lekker. Lekker. Kijk, daar gaat hij. Hoppa. Doet hij even, hè? Hey, lekker. Lekker, gast. Op naar de volgende. Lekker. Oké. Okay. Waar gaat er zo voorheen dan? Zeg jij. Hier moet je met chat ook gooien hiervoor. Klap er zo meteen een meter nu op. Vet man. Hè? Ja, hier ook. Hier ook. Dat is al voor de overkant is echt een lijpe trill hoor. Ja! Ja toch! Zeker! Jezus! Ja, ja, ja. Gast. Ja. Heb ik. Dit is een hele grote snoekbaars. Lekker gast. Ik dacht echt een mega snoekbaas. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Oei, oei, oei. Het ligt dan echt niet los, hè? Sterk, sterk, dit maat. Ik denk niet een meter. Nee. Hij was 90. Lekker boys. Hij telt. Hij telt. En de drill. Hoppa, laat de vinger. Ja, nee, die vis die had ik vast. En hij spartelde. Nou ja, mijn handen zijn al glad. Alles is hier glad. En toen was hij los. Nou, maar besef hè. Zo'n snoek op gewoon. Meesbeet. Fluorocarbon onderlengtje. Ja, even kijken. Nice, lekker joh. Hey. Ik tel hem goed. Mooi visie. Ja, ja. Kijk, nou hebben we allemaal vis. Kijk eens. Leuk baarsje, maat. Ja toch? Hey, okay. Iets. Het is iets. We hebben niet geplankt vandaag. Nee, ik ga het niet zo. Lekker! Toch iets? Hè? Eh?
Helemaal op! Hey! Hey! Allemaal vis! Wat een regen, hé. Lekker uit. Hollands weer. Ik ben ook nat. Niet van de vis. Dat is niet te zien. Klein beetje maar. Lekker, joh. Tikkie? Waar heb jij hem, Kev? Oh ja. Ja? Nee. Lekker. Baars? Ja, denk ik wel. Ja, leg daar. Kom maar, kom maar. Lekker, gast. Gast, deze guy had niet? Zo hard je fluorocarbon kunnen doorbijten, want hij zit echt helemaal in zijn strothoofd. Kan iemand het net overnemen, want ik zit hier... Yes, ik heb een onderhaak wat... Nou, het is toch heel erg nat hier. Ik zou hem wel gewoon blijven tillen. Wacht even hoor. Hallo. Ik ben altijd een beetje huiverig met snoepenplassen. Leek echt een baas. Lekker man. Is hij al los? Nee. Hij zit echt diep. Hij valt bij mij, hij zit in zijn strandbrand. Zo, kijk eens. Lekker man. Zo, snoekie. Vang hem weer goed. Voor mijn voeten. Ram erop jongen, die vissen zijn hier zo sterk in dit gebied. Ah, dat is echt zo tof. Kijk, mooi. Echt mooi. Lekker man. Gaat hij weer lekker zwemmen? Ja, ik wil het net. Aasje eruit halen? Oh, ja. Ik denk wel dat ik met hem net... Ja, sowieso, het hoge kant. Kom ik er niet bij. Moet ik hem terugzetten? Jij zit een beetje vast. Opgevangen. Ja. Pas op, jij zit om je lijn heen. Als jij nu een snoekbaas vangt, ga ik zwemmen. Echt? Ja, heb je drie soorten, dan moet ik... Gast, dat is wel ghetto. Doe dan. Ga even daarheen, ga naar links. Ja. Yes. Santé. Kijk. Wat je tijgerpatroon. Ja, mooi jongen. Prachtige vis. Kom maar zwemmen. Dan gaat er lekker bij komen. Fucking dik. Mooi hè, is hij zo licht. Lekker gast. Lekker man. Let's go. Lekker man. Ah, ligt hier inderdaad mooi. Zo, ik heb het al een paar keer gezegd. We staan goed te vangen. Een paar snoeken, roofblij, een paar baarsjes. Nou, nog snoekbaars hè Lars? Nee, dan wordt het zwemmen. Dan wordt het zwemmen voor Larsje. Larsje had trouwens net een dikke baars erachteraan. Ja man. Daarom gingen we nog even smijten hier hè. Ik ga nu met de chatter even erachteraan pielen. Want ik denk echt als we hier even werpen dat we wel een baars eruit kunnen trekken. Ja, hè? Of nee, toch niet. Kom eraan. Volgen jullie mij? Kijk, allemaal baarzen. Zie je? Ja, hoor. Kut! Hangen. Ja? Het staat op beeld. Ja. Wacht, hè. Ik heb nooit zo creatief een baars vervangen. Man gooit hem ook gewoon precies eroverheen. Ik vind hem wel. Yo. Baarsje denk. Zij is echt een ukkie. Oh, mooi baarsje. Hoppa. Hey, lekker man. Kijk hem gaan dan. Kijk hem gaan. Mooi baarsje. Mooi visje hoor. Ja. Goed gekleurd. Hoe heb je hem gevangen? Ja, gewoon met mijn hengel. Hij wilde hem hebben. Hij zat achter diep in zijn strot. Ja. En deze heeft dus weer van die mooie spikkeltjes. Dat is een soort virus wat hier op de rivieren zit. Dus, nee, ik ben er blij mee. Visje nummer 2 voor mij. En, hij gaat gauw zwemmen en we gaan er nog een pakken. Ik had echt 2 minuten hiervoor een snoekbaarsie. Die kwam achter mijn shed aan, pakte hem, spuugde hem uit. Dat was een volger. Lachen, hij gaat zwemmen. Head first. Yes. Lekker gast. Lekker gast, hè. Op naar de volgende. Op naar de volgende. We hebben een tijdje in de haven gestaan. We hebben 2 baarzen gevangen. Daan die pakte bijna ook nog een winde. Toen deden we even een bakje koffie. We gingen door terug naar de eerste stek. Waar Lars de meeste kans heeft om zijn eerste roofblij te vangen. Goeie vangst, hè. Dank u wel. Nou, wij zijn weer terug aan het gaan. Heel even draapje dicht, we zijn onderweg naar die sluis weer. Hopen dat het weer lekker stroomt. Eerste dat stekje. Dat het een dikke roofblij te gaan doet. Eerste stekje inderdaad. Het is inmiddels
Beetje opgeklaard? Ja man, het is helemaal zwembroek aantrekken. Ah, het is hier mooi, overal water. Maar vooral de snoeker doet het goed vandaag. Een paar stropdassies, een paar mooie vissen. Een paar baarsjes en een rood blijtje. Snoekbaarsje. Wat moeten we nog hebben? Meerval, binden. Binden. Je had bijna een binden net, hè? Ja, ik had bijna binden, maar... Dus vangen wij 5 soorten vis. Het kan nog steeds. Ja, of 6. Kan ook nog steeds. We gaan het zien. Dikke! Rolf, blij op deze engel, gast. Echt, ik heb zo'n harde dollo! Ik heb zo'n harde dollo! Zo! Voel je in de stroming? Ja, wel. Ja! Nee! Ja, ja, ja! Ka! Ka, gooi die engel maar weg! Meen je niet? Nee, joh! Ja, hè? Ja hoor! Heb ik een brasem! Gast, brasem door je snip! Hij is sterk ook, ja, joh! Maar heb je hem wel vals gehaakt of niet? Ja, maar niet. Ah, hij zit in zijn. Ja. Vals! Oh, maar vast! Ja! Hey, gefeliciteerd, vriend! Hij is los. De eerste brasem op je nieuwe hengel. Oh, wat een goede brasem. Ja, hier moet je nou een foto mee. Nee, bro, ik ga dat ding niet vasthouden. Nou, ja, heel mooi. Ah! Mooi. Haast. Ja, hij mag terug, hoor. Wat een lap, jongen. Staat hij te shine, hè? Ik dacht, ik was zo blij, hè? Ja, echt een grote vis. Een harde dollo, man. Brazen. Hey, eerlijk? Ja, maar... Deze is ook familie van elkaar. Maar hij is ook... Zo'n brazen is sterk, hè? Ja, man. Ik ben bijna helemaal binnen al. Wij gaan met deze hengels geen meerval hier in. Kan je wel zeggen, dan is het echt wel... Ja, oké! Okay. Nee! Ja! Nee. Nou, dat is mooi. Net zien we van niet klaar. Dat meen je niet. Gast, dat was dikke aanbeet, jongen. Lekker, man. Kleine vis, maar echt een sikke aanbeet. Echt een hele kleine. Je hebt mij ook, man. We hebben hem samen gepakt, hoor. Ja, dag. Echt wel, kijk maar. Hé, dit zei ik nog. Hoe mooi was het dat het dan nu alweer naar buiten was. Hoppa. Kijk eens. Laatste roofblijtje voor ons. Wij gaan lekker naar huis. Kijk eens. Het was echt een klapper van de aanbeet. Het was echt in één keer BAM! Gewoon hoe ik het aan jullie heb voor. In ieder geval Lars had uitgelegd vandaag. Ik heb nog geen roofblij gevangen. Maar als hij nog even blijft, vangt hij er wel een. Maar ja, heel mooi blij vis, mee. Hoor. Ja, zeker. Leuk. Ja, zeker. Dus ik heb een grote en een kleine gevangen. Jij wel. Lekker. We gaan zwemmen. In de stroming. Wat dit ijs wordt. Lekker man. Lekker jongens. Hey, en wij gaan naar huis. Ja, die gasten gaan het even pakken. Ja. Gasten? Het was gezellig. Ja, wat gezellig man. Jammer dat jij nog geen roofblij hebt gevangen. Ja, maar dat komt een dag. Dat komt een dag inderdaad. En ik ga ook nog even hier gewoon een paar worpjes doen. Als je hier nog even een half uur vis, weet ik zeker dat ik hem vang. 100%. Lars? Jij houdt zichzelf al bezig hoor. Hey, ja. Was gezellig. Lekker gevist. Rustig. Wil jij nog even één mooi worpje? Kijk, ze is dik zijn als je hem nu pakt. Ja. Lekker. Mijn gasten, vergeet niet te abonneren. Vergeet de video niet te liken. Laat even een leuke reactie achter. En dan tot de volgende keer. Hoi! Yeah.